Hallo kijkers, toch een kijken. Er is een goed nieuwe video van de KV Oostende carrière-mode. We beginnen nu aan het tweede seizoen. En ik heb ook een reactie mee laten komen en die komt dan nu in beeld. En die reactie zei dat ik deze keeper moet kopen. Dus ik heb hem even aan de verlanglijst toegevoegd. Al deze spelers hier allemaal worden nog allemaal gescout. Maar we hebben hier een toernooi. En ik ga gewoon simuleren tot dit toernooi gedaan is. Laten we even tot hier zo simuleren voor de competitie begint. Hopelijk kunnen we dit toernooi een beetje goed. Ja, we gaan al doen als voor de volgende ronde zeker. En we zijn dan toch uitgeschakeld. De eerste wedstrijd van de competitie die we moeten spelen is tegen Anderlecht. Ja, ik ga eens kijken naar de spelers die kan scouten was. Deze is 67 algemeen. Ja, deze is eens kopen. Vincent Muller. Hansom aanbieden. Begin met gewoon zijn waarde 2,3 miljoen. Bulkop en dan Potinine. Oké, ze gaan akkoord. Nu nog even over zijn salaris onderhandelen. Zo. Dan ga ik mee akkoord. En voor ons nu al onze eerste aanwinst. Ja, ik denk dat ik hem ook ga halen. Hij ziet er nog een beetje decent uit. Ik kan hem toch gratis gewoon oppikken. Ik moet gewoon nog voor zijn salaris onderhandelen. Ik ga 4k doen. En dan gaat hij mee akkoord. Mijn opstelling ook al kan aanpassen. Ik ga mijn nieuwe keeper ook al opstellen. Die nieuwe spits kan misschien hier als, misschien als invaller dienen. Ik ga eens kijken of ik wat meer kan, eruit kan halen. Iemand dan som voorstellen. Ik ga proberen om 6,6. Misschien wel heel veel, maar ze gaan ook nog mee akkoord. Oké. Oké, thuis tegen Anderlecht. Klaar voor onze debuut in de eerste klasse van de Beneliga. Ik denk dat we het wel moeilijk gaan krijgen in deze competitie, want ja, we moeten door tegen moeilijke teams zoals nu Anderlecht, Club Brugge, maar ook nog niet vergeten tegen Ajax en PSV. Dus ik ga proberen om gewoon het eerste seizoen Europees voetbal te halen en dan misschien pas vanaf het tweede seizoen proberen kampioen te worden. Maar het eerste seizoen is gewoon Europees voetbal proberen te halen, mijn doel. Silva is heel snel. Ik ga hem voorzetten en scoren. En dat doet hij. Door de benen van de keeper. Hier hebben we Silva weer. Een goede suggestie van iemand om hem te halen. Kunnen we weer opnieuw dus voorzetten. En weer scoren. 2-0 tegen Anderlecht. Goede start in de competitie. Oké, hier is Anderlecht. Oppassen. Ik kan er niet meer bij. En ze maken ook een goal. 2-1. Het is Ramon met de goal. En nu komen ze weer dicht. En ze maken gelijk. Oké. Heel erg korte periode is het weer gelijk. Gewoon omdat ik heel slecht verdedig. Nu aanvallen. Scoren. Oh nee, dat doet hij niet. Hij mist hem. Je moet extra tijd. Dus we kunnen misschien nog scoren voor de extra tijd. Bijvoorbeeld voor de eerste helft. Gedaan is hij. Nee. Een vrije trap. En geel. Ik ga Silva afzetten, want het begint een beetje moe te worden. Ik kan het misschien rechtstreeks doen. Ik ben er niet goed in, maar we kunnen proberen. Nee, dat is niet goed. Nu goed spelen. Nu is het belangrijk. Belangrijk moment. Scoren. Nee, ik kan schieten. 1 minuut extra tijd en we verliezen punten. 1 puntje maar. Oeh. Union wint wel van PSV. En de volgende wedstrijd moeten wij ook tegen PSV spelen. Ik ga misschien
nieuwe verdediger kopen, want we hadden toch problemen in de verdediging en zo. 3,5. Daar gaan ze mee akkoord. Zijn huidige salaris is al over de 25k, dus laten we nu 24k proberen. En dan gaan ze ook mee akkoord. Hij moet nu ook tegen zijn ex-team spelen, onze keeper. Want ik heb hem net begin van deze video gekocht van PSV. Oké, hopelijk als we nu de voorsprong halen, geven we het weer niet weg. Scoren! Oké, we komen weer voor op zijn voorsprong. En hij heeft tot nu toe alle goals al voor ons gemaakt. Vorige wedstrijd daar ook 2 keer gescoord. Lekker vroege voorsprong. No. En we staan weer gelijk. Duurde niet lang. En slecht verdedigd weer is. En dan wordt het natuurlijk afgestraft. Oh ja, ze waren ook. PSV heeft Mario Götze. Hij had ooit in 2014 de winnende goal gemaakt. Voor Duitsland in de finale. Oh, nee. No. En we staan achter tegen PSV. Het is ook nog Mario Götze die scoort. We hebben problemen. Oh, ik denk dat ik mijn verdediger die ik heb gehaald heb vergeten heb op te stellen. Dus dat is wel dom van mij. Ik kan dan niet proberen niet te vergeten in de volgende wedstrijd dan op te stellen. Scoren nu, please. Ah, nee. Scoren. Ah, jammer. PSV gaat een paar wissels doen. Silva is erdoor. Oké, Silva. Hij is snel. Kan hij scoren? Ah, jammer. Oh nee. Ze scoren. Ja, Matthias Suarez hoorde ik daar. Oh, 3-1 is wel een zware achterstand, dus... Nog 2 keer scoren en dan is het gelijk. Nu kan het misschien nog. Oh nee. De bal gaat er gewoon maar niet in. Oh nee. Er is PSV weer. En 4-1. Ja, we gaan het sowieso verliezen. Het is niet goed, het is niet goed. Nu misschien toch een goal. Scoren. Ah, weer een redding van hun keeper. En we verliezen 1-4. Ah, geen goede start van de competitie. Ook al komen we in beide wedstrijden op voorsprong, geven we het dan toch weer steeds weg. Wedstrijd simuleer tegen Mechelen. Hopelijk gaat het goed. En hier spelen we ook 2-2 gelijk. Volgende wedstrijd is dan tegen Feyenoord. Dat wordt ook dan de laatste wedstrijd van deze video. Oh, we staan laatste, maar we hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Oké, wedstrijd tegen Feyenoord. Ik denk dat dit wel een moeilijke tegenstander is, maar is iets minder moeilijk dan PSV, denk ik. Oké, we stemmen hier aan de bal. Score! Ja, de goal! Oké, Silva scoort zijn eerste. Mooi gedaan. Oké, ik kom weer op voorsprong. Nu zien dat we hem voorsprong wel echt houden. Oh nee, 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 nee. Oh nee, nee. Oh. Oké, hij is door. Aanvallen. Blijven gaan. Afwerken. Oh nee, nog kans. Oef, hoekschop wil nog uithalen. Nu. Afpassen. Afwerken. Nee, oh, slecht. Zo slecht schot. Nou, dit wel oorsprong kunnen houden. Ah, dat is een stekker van hun. Ah, ik was er net bijna door. Nee. Oh nee. Als ik nu hem. Als ik hem nu weer tegen krijg.
Oeh, Kiberets. Nu nog gewoon 0 houden is. Pasen en scoren. Ah. Keeper heeft hem, maar het ziet er nog uit dat scheidsrechter gaat fluiten. En we winnen met het kleinste verschil tegen Feyenoord. Toch wel 3 punten die we heel erg nodig hebben. En zo staan we 10 dus. Oeh, net onder Ajax. Ajax doet het blijkbaar ook niet zo heel goed. Even kijken naar de stand. Na 4 speeldagen is dit de stand. Genk doet het wel goed. Ze staan aan de top. Ze hebben zelfs gewoon mijn 3 tegen Ajax. In Ajax en nog eens gewonnen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. En volgende video ga ik de transfer ook afronden, de transferperiode. En als ik het doe bij de volgende video, dus doei doei.